Goedenavond allemaal en welkom bij TV Drenthe Sport vanuit Hoogeveen. In deze extra uitzending gaan we terugkijken op de 51ste ronde van Drenthe. Te beginnen met de vrouwenwedstrijd. Zij reden vandaag 133 kilometer en moesten 3 keer over de Vanberg. Voor hun is het de opening van het wereldbekerseizoen. Commentaar bij de beelden krijgt u van Harry Middeljans. En dan kijken we naar Marta Bastianelli, de wereldkampioene van 2007. Een van de meer wereldkampioenen eigenlijk die er zijn. Dit is Kirsten Wild, die graag nog een keer wereldkampioen wil worden. Namens Ago Shimano, zeer sterk, hoog in de UCI-ranglijst te vinden. En dit is het nummer 103. En dat is misschien het nummer van, of zeker het nummer van, misschien wel het grote Nederlandse talent Anna van der Breggen. 5 op het wereldkampioenschap. En dat het koud was, geeft het kippenvel van Daisy de Poorter aan. Hier is een andere winnares, Loes Gunnewijk. Het meisje uit het Gelderse Rekken. Nu woonachtig in Zwolle. En ze won in 2010 al de wereldbekerwedstrijd hier in Drenthe. En Adrie Visser deed dat in 2007. Nu uitkomend voor het team van Boels Dolmans. Veel favorieten dus. Nu al de revue gepasseerd. En ook deze Trixie Worak zou je daarbij kunnen noemen. Die was ooit tweede in het wereldkampioenschap achter Marianne Vos. En nu uitkomend voor Specialized Luleman. Annemiek van Vleuten hier voorop, de Nederlandse kampioene. En zij won in 2011 de hele cyclus van wereldbekerwedstrijden. En dat won meermalen Marianne Vos. De winnares van de wereldbekerwedstrijd Drenthe in 2011 en ook in 2012. Ja, Marianne Vos, ze won al de 8 van Drenthe. Hier kijken we naar een meisje uit Sleen, Marijn Vries. Kun je na je 30ste nog profster worden? Ja, zei Marijn de Vries. Altijd hectisch zo'n start. En altijd moeilijk om de goede positie te vinden. En dan een valpartij daarvoor in. Waar 2, 3 dames op elkaar, 4 op elkaar gestapeld liggen. En ja, ook dat hoort er een beetje bij. Maar het zijn natuurlijk niet de dingen die je eigenlijk hoopt dat ze gebeuren. Maar ze kunnen er niet meer omheen. En dan krijg je die opeenstapeling van dames. Even het tempo wat rustiger. En dan zijn we bijna bij het punt waar Hoogeveen uitgereden wordt, waar het officiële startpunt is. En zijn we op weg met de hele groep. Dit is de route die afgelegd wordt. 133 kilometer met 3 keer daar de Vanberg in. En de Vanberg is dus vernieuwd. Er is een stukje bijgekomen via Schoonoord, Westerbork. Gaat het dus naar die Vanberg. Hoogeveen dan weer terug. In totaal 3 keer de Vanberg. En hier zijn we bij de wedstrijd. En dan ziet u dat het nog steeds erg slecht is. En we pakken het op hier in de straten van Hoogeveen met een valpartij daar. Een valpartij waar ook Marianne Vos bij zit. Waar Marianne Vos bij zit. Marianne Vos en maar Johansson zien we daarbij. En dan is het natuurlijk toch wel een heel groot probleem. Ook Adrie Visser is degene die eigenlijk het eerst onderuit ging. Adrie Visser daar in derde positie en daar schuift ze weg. Met Emma Johansson, met Marianne Vos. Ligt daar toch een kapitaal op de grond, zou je kunnen zeggen. Alle drie favoriet voor een eventuele eindzege. En dat betekent dus dat de meiden voorop van Rabobank tempo naar beneden moeten halen. Onder andere Iris Slappendijl. Terwijl Marianne Vos in de achtervolging gaat. Maar hier rijden ze. De wereldkampioene. De prachtige wereldkampioene dus van Valkenburg. We hebben de kasseistroken inmiddels gehad. En dat klassement over de kasseistroken is gewonnen door Loes Gunnewijk. Gunnewijk die 2 keer eerste en 1 keer tweede werd achter Lissy Ahmedstedt. En de eerste keer op de Vanberg was het Valentina Carretta van M. Cipollini die als eerste boven kwam. Jasmin Glaser was de tweede. En Elena Tsekini was de derde boven bij de eerste beklimming van de Vanberg.
En dit is Shelley Olds. Ook al van Tipco to the top. Oh, dat ziet er niet goed uit. Shelley Olds dus in de problemen. We zijn nu op de tegengestelde richting aan het rijden. U ziet daar de vlag van de laatste kilometer. De dames komen dus straks vanuit de andere richting. En hebben dan dus nog 1 meter te gaan. We zien hier Marijn de Vries uit Sleen weer aansluiten. Ze kijkt achterom. Laat toch wel veel ruimte. Als ik het goed zag had ze een jasje, maar het zou kunnen dat dat de reden is dat ze wat voorzichtig achterin rijdt. Het is een beetje sparen, het is een beetje zorgen dat je niet te veel doet. Want eerst nog de beklimming van de Vanberg en dan die afzink richting de finish. Er wordt even gepraat. Marianne Vos. En daar is de reactie dan meteen. De demarrage van Visser. Adrie Visser. Opnieuw Boels Dolmans. Die aan de boom schudt. Op het moment dat dus Marianne Vos aan het praten was met de ploeggenoten. Maar deze aanval van Adrie Visser, oud-winnares van de wereldbekerwedstrijd, gaat dus niet door. Peloton sluit weer aan. De reactie kwam van Iris Slappendel. We zien Annemiek van Vleuten rechts voorin in de Nederlandse driekleur trui. Nederlands kampioene geworden op dat prachtige zware parcours in Kerkrade. En de demarrage links van Martine Bras. Ook al iemand met bijzonder veel ervaring, Martine Bras. Enige tijd eruit geweest, maar een jaar of 7, 8 geleden toch weer begonnen. En won toen ook een etappe in de Holland Ladies Tour. Het heeft haar een plaats in de nationale selectie opgeleverd. Als hun eigen team niet rijdt. En Martine Bras is ondanks haar 34 jaar nog steeds een geweldenaar op de fiets. Sympathieke meid die ook veel aan de opleiding binnen dat team doet. En het is een langgerekt lint dat voorin nu toch weer wat opschuift. En het tempo zal dus weer iets vertragen. Annemiek van Vleuten zit nog in de opbouw. Beste prestatie dit jaar, een 4e plaats. Maar dat gaat ongetwijfeld nog komen. En Tiffany Cromwell is een meisje wat ik vorig jaar in de Ronde van Drenthe erg goed reed. Toen ook een goed seizoen maakte. Later nog 1 overwinning erbij pakte. Het jaar daarvoor ook al een etappe won in de Giro Donne. En dan kun je natuurlijk wel fietsen. Begon haar wielercarrière in een Belgisch team. En nu dus overgestapt naar het Australische Orica. En wie durft dan de meeste risico's te nemen? Hoe voelt Marianne Vos zich bijvoorbeeld na die valpartij in de straten van Hogeveen? Met het wegglijden van Adrie Visser. En waarbij ook Emma Johansson dus betrokken was. En daar gaan we dan. De beklimming. En de demarrage meteen ook van Marianne Vos. Oh, dat is een verrassende ontwikkeling. Beneden al neemt ze geen enkel risico en gaat onmiddellijk weg. Wie moet er mee? Ellen van Dijk zie ik daarachter. Maar het is vooral de verbeten vechtende Marianne Vos. Geweldig zoals ze hier tekeer gaat. En wat weet zij dat moment te kiezen? Eigenlijk weet iedereen dat ze zou kunnen proberen. En toch slaat ze dat gat van 75 meter, wat het nu toch zeker al is. Marianne Vos. Begin deze week winnares van de mountainbike-wedstrijd op Cyprus. En nu dus, na de winst op donderdag in de 8 van Drenthe in Dwingelo, in deze wereldbekerwedstrijd meteen alweer aan de lijn. Over de top. Wat een geweldige demarrage. Ja, en wie kan dat anders dan Marianne Vos?
de alleskunner uit het Brabantse Leeuwen. Nu die afdaling op die gladde weg. En daar is Marianne Vos dus al lang gepasseerd. Even nog links. En zij rijdt dan straks het VAM-trein weer af. Is al bijna beneden. Enkele dames in de achtervolging. Daar zit in ieder geval Ellen van Dijk bij. En wat blijft ze rijden? Marianne Vos. Kijkt niet op of om. Al 94 overwinningen achter haar naam staan. In deze elite damescategorie. Won de vorig jaar 20 op de weg. En een geweldige prestatie, steeds neerzettend. En daar is Ellen van Dijk. Die ziet natuurlijk Marianne Vos rijden. Dat geeft toch wel een mooi richtpunt. En tijdrijden, dat kan ze. Nederlands kampioene geweest. Het is en blijft natuurlijk een van de allerbeste Nederlandse wielrensters. Maar ze heeft één pech. Ze rijdt in dezelfde periode als Marianne Vos. En desalniettemin toch de nodige successen voor Ellen van Dijk. Die met haar team ook wereldkampioene tijdrijden werd. Nu kijkt ze dan wel eens achterom. Er rijden in totaal 15 dames mee uit de top 27. Top 30 zo u wilt. Van Dijk staat in die rangschikking. Hier is die aansluiting dan tot stand gekomen. En hebben we twee leidsters. De nummer 1 uit de wereldranglijst, Marianne Vos. En de nummer 17, Ellen van Dijk. Hier kijken we naar Emma Johansson, de nummer 3. Meisje van Orica AIS. Overgekomen van Hightech. En reed daarvoor in Belgische dienst. En won in die Belgische dienst ook deze wereldbekerwedstrijd enkele jaren geleden. Ook zij rijdt dus alleen. Doet ook die bochten ongetwijfeld met heel veel aandacht. En dat kun je ook zien, want voorzichtigheid troef. Net als Marianne Vos lag zij dus ook al op de grond. Het zou wat zijn als zij dat gat met Van Dijk en Vos dicht zou kunnen rijden. Hieruit afgeleid worden gaat het tempo nog steeds niet naar beneden. Zitten nog niet naar elkaar te kijken. Want dat zou misschien voor Emma Johansson nog de mogelijkheid zijn om dichterbij te komen. En ook Emma Johansson gaat die laatste kilometer in. En ze weet dat die derde plaats voor haar het maximaal haalbare is. Maar hoe gaat Ellen van Dijk Marianne Vos van zich afschudden? Want ze zal weg moeten rijden, want in de sprint is Ellen van Dijk kansloos. Er wordt gekeken. De laatste honderden meters naderen. Hier is Ellen van Dijk nog steeds op kop. Wat doet Vos? Laat ze het op een sprint aankomen of gaat ze toch nog een demarrage plaatsen? En dat doet ze, dat doet ze. Marianne Vos wacht de echte sprint niet af. Van heel ver gaat ze aan. En Ellen van Dijk moet nu proberen om dat gat dicht te halen. En dat doet ze niet. Hier komt Marianne Vos. Zij wint voor de derde keer deze World Cup wedstrijd. Ellen van Dijk wordt tweede. Magistraal gedaan door Marianne Vos. Ja, wie kan haar van zo'n zegen afhouden? Ellen van Dijk lukte het niet. Emma Johansson lukte het ook niet. Zij komt als derde binnen. En wat hebben we dan? Een geweldig podium. Met Marianne Vos, met Ellen van Dijk en met Emma Johansson. Ja, Marianne Vos, 3 op een rij in Drenthe. Hoe heb jij het gehad onderweg? Koud en nat en eigenlijk van alles. Maar juist daardoor... Ja, het draait gewoon niet. Dus niemand heeft echt even een puntje in de been om te demareren of om je iets te doen.
En daardoor bleef het toch eigenlijk vrij lang gesloten, behalve een enkele valpartij en wat materiaaldefecten. Ook op de keien viel het wel wat uiteen, maar daarna kwam het allemaal weer samen. En dan moet het toch op de nieuwe vorm gaan gebeuren. Nou, en hij bleek deze keer inderdaad wel door te wegen en beslissend te zijn. Op een gegeven moment hadden een kopgroepje van 5, dat kwam weer terug in het peloton. En toen kwam er een valpartij waar jij gewoon bij lag. Hoe is dat afgelopen? Een van de meiden die 1 of 2 door de bocht ging, die schoof onderuit. En ik probeerde het nog te ontwijken, maar dat ging niet meer. En dan lig je erbij. Je kunt eigenlijk geen kant op. Want het reactievermogen, dat is nog wel oké, maar remmen. En dat gaat allemaal niet meer zo lekker als het koud is. Dus ik lag erbij, maar ik kon snel weer op de fiets. Mijn ketting lag eraf, maar die ging er ook weer op. En ik sloot weer aan, ook met behulp van mijn ploeggenoot. Ik neemde hem al wacht even. En zo zat ik zo weer in het peloton. En toen heb ik aangegeven van, ik voel me wel goed, ik wil aanvallen op de VAM. En toen hadden we de controle tot de laatste klim. En dan is het knallen. Ja, op die VAM, dan ga je zo'n 15, 20 kilometer voor het einde. Dan weet je dat je nog een stukje moet tijdrijden, hè? Daar komt het dan op neer. En dan komt Ellen van Dijk erbij, niet de minste qua tijdrijden ook. Nee, inderdaad. Ik zag ze komen en ik probeerde er nog voor te blijven. Dan was het gewoon vrouw tegen vrouw. Je zag allemaal rensters 1 voor 1 of kleine plukjes erachter van het VAM-terrein afkomen. Maar ja, goed, als je Ellen van Dijk achter je hebt, dan is het wel lastig om ervoor te blijven. Ik zag ze al langzaam dichterbij kruipen. Toen heb ik even een moment gewacht en samen sta je sterker. En ja, dat bleek ook. Toen liepen we weer uit op Emma Jonsson. Je hebt haar de kop opgedrongen in de finale, hè? Ideaal. Zo wil je het, denk ik. Ja, goed. Het is gewoon rijden tot de laatste kilometer. En dan kun je het spel pas gaan spelen. Want je wilt gewoon, samen vooruit blijven. Maar ik bedoel, dit is toch de ideale finale voor jou zo? Ja, natuurlijk. Een zware finale. En dan, een sprint adeus. Heel mooi. Een weekje geleden nog in Cyprus winnen. Nu al 2 keer in Drenthe gewonnen. Maar ben je toch eigenlijk een raar mens? En jij wint ook alles, hè? Raar mens, ja. Vorige week was het inderdaad nog een lekker zonnetje. En nou rij je hier in over de keien, in de kou en de regen. Nou ja, goed. Die omschakeling die moet je maar maken. Niet te veel bij nadenken, gewoon doen. Het is wel een weerbeker, hè? Die staat maar mooi weer achter je naam. Ja, heel gaaf. Supermooi. Ellen van Dijk, Marianne Vos gaat op de laatste VAM. Zag jij het gebeuren? Ik zag het gebeuren. En Marianne heeft altijd een ongelofelijke versnelling. Dus daar schrik je altijd een beetje van in het begin. Maar je weet, als je dan maar door blijft gaan, dat je soms nog dichtbij kan komen. En ik zat daarna eigenlijk met 3 sprinters achter Marianne aan. Dus ik denk, hier heb ik ook niks aan. Want ik ga deze 3 sprinters niet bij Marianne brengen. Dus ik wist dat ik het alleen moest proberen. En gelukkig kon ik een gaatje slaan en kon ik de sprong wagen. Ja, het verrast natuurlijk dat je er ook zomaar naartoe rijdt. Want dan moet je ook nog kunnen. Ik bedoel... Ja, zomaar was het niet helemaal, maar dat lukte wel en dat was wel heel mooi. Maar ja, dan weet je ook wel weer dat het moeilijk wordt om van Marianne in de sprint hier te winnen. Maar goed, dat is een mooie wedstrijd. Hoe heb je het gehad onderweg? Want de omstandigheden waren niet makkelijk, hè? Nee, het was heel koud. En ik lag ook bij een grote valpartij net voor de eerste kasseienstrook. Dus ik heb heel lang in de achtervolging gereden. En na de laatste kasseienstrook kon ik eigenlijk pas net weer de aansluiting vinden. Dus dat had wel veel energie gekost. Maar aan de andere kant bleef daar ook wel een beetje... door, want verder was het toch heel koud, dus misschien was het wel niet zo verkeerd. Als je naar die sprint kijkt met Marianne, jij werd de kop opgedrongen, hè? Jij kreeg hem opgedrongen, dus wat dacht je zelf toen? Ja, je weet dat het heel moeilijk is tegen Marianne om daarvan te winnen, maar aan het einde van zo'n wedstrijd weet je het eigenlijk nooit, dus ik wacht wel lang eigenlijk. Ik had wel eerder wat moeten proberen, maar goed, het is Marianne, hè? Dus die versla je niet zomaar. 2e in de wereldbeker? Ja. Wat zeg je dat? Nou, in eigen land. Ik ben heel tevreden met het resultaat. Ja, natuurlijk het liefst wil je winnen, maar ik ben heel tevreden. Kun je ook nog even zeggen hoe eng het onderweg was? Want ik zag jullie af en toe vierkant door de bochten gaan, hè, zoals het heet. Toen we met z'n tweeën waren, ging ik ook nog een keer bijna onderuit. Maar ik zag niks meer. Mijn bril was helemaal beslagen en mijn lens zat scheef. En ik heb -7, dus ik ben half blind, zeg maar. Dus vandaar dat ik af en toe een bochtje bijna miste. Maar ik ben blij dat ik het bij 1 keer vallen heb kunnen houden vandaag.